Welkom bij deze kennisvideo over gamification. De meeste van jullie denken bij het woord gamification waarschijnlijk aan gamen. Maar dat is niet helemaal wat het is. Gamification is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in een niet-game omgeving. Bij gamification gebruik je spelelementen om de gebruikers te motiveren om bepaalde doelen van de producent te bereiken. En om de betrokkenheid te vergroten. Het begrip is nu nog vaag, maar aan het eind van deze video zal het een stuk duidelijker zijn. Nou, laat ik beginnen bij het spel Pokémon Go. Nou, we kennen het allemaal wel, het spel waarop je beesten kan vangen op straat, dus de Pokémons. En dit was de eerste belangrijke virtual reality app. Dit wil zeggen dat je op de app ziet in welke omgeving je loopt. Locatiebepaling gaat via GPS op je smartphone. En het identificeren van belangrijke Pokémon-stops gaat via de Google Maps op je smartphone ook. Wat is nou de bedoeling van Pokémon Go? Je moet naar buiten om het spel te spelen. En dit aspect is eigenlijk al een gouden lintje waard. Ineens is een heel leger smartphoneverslaafden wat ineens buiten aan het rondlopen is en gemotiveerd is om dingen te doen. Verder is het spel ontzettend goed gemaakt. En dit kan ook andere appsmakers erg motiveren om ook zo'n goed grafische app te maken. Het spel heeft ook zo zijn nadelen. Zo kan Pokémon Go leiden tot veel gevaar. Want het kan zo dat mensen niet meer gaan letten op de weg omdat ze zo erg in hun smartphone zitten. En ook gewoon niet meer kunnen opletten of ze nou links of rechts kijken of er auto's aankomen. Ook kan het leiden tot drukte op ongewenste plekken. Ja, Pokémon Go. Ik kan wel zeggen dat ik eraan verslaafd was, ja. Ik ging vaak met vrienden op straat Pokémon's vangen. Eerst zaten we altijd binnen te gamen op de PlayStation. Maar nu ging ik gewoon op stap om Pokémon's te vangen. Ja, als ik er nu op terugkijk, het was leuk. Want je houdt wel contact met de mensen en je spreekt vaker af. Maar het was ook wel gevaarlijk, want als we dan een melding kregen dat er een Pokémon in de buurt zat, dan gingen we er echt als een gek op af. En ik ben ook wel een keer echt bijna aangereden dat ik zomaar de straat ging oversteken zonder eigenlijk te kijken. Want ik keek zo naar mijn schermpje om te kijken of ik die Pokémon kon zien. Maar eigenlijk ja, ik heb die auto helemaal niet gezien. Er zijn verder nog veel meer apps met verschillende spelelementen. Zoals de app Forest. De app Forest stimuleert gebruikers om minstens 30 minuten lang niet hun mobiel te ontgrendelen. Dit doen ze doordat je de app hebt. Als je de app neerlegt, dan kan er een boompje groeien. En dit is bijvoorbeeld heel erg handig als je bijvoorbeeld wilt studeren. Dat je niet afgeleid wil worden door je telefoon. Want dit hebben wel de studenten van tegenwoordig. Die raken erg afgeleid als ze ook maar een paar berichtjes krijgen. Want overal wat je doet, elke app die je hebt, krijg je verschillende meldingen van. De schoolprestaties zullen hierdoor ook erg afnemen, omdat de concentratiekloof van de studenten door hun smartphone erg laag is. Waarom is dit nou gamification? Dit is gamification omdat deze app als doel heeft om vooral mensen die smartphone verslaafd zijn, weer minder op hun smartphone te laten zitten. En dit doel bereiken zij door de spelelementen toe te voegen. Zoals bij de app Forest kan het boompje groeien en kun je punten verdienen. Een andere app waarbij je punten kunt verdienen en een app die nog wel in ontwikkeling is de app van de politie. Bij deze app willen ze ervoor zorgen dat de burgers gaan meewerken met opsporingswerk. Bijvoorbeeld van het zoeken van gestolen auto's of naar vermissingen. Een onderdeel van het plan is dat ze de amateurspeurders willen verleiden met prijzen om mee te werken. De Autemon app is een app dat je op zoek gaat naar gestolen auto's. Op deze app kunnen verschillende camera's in een bepaalde stad kunnen zien of ze kentekenborden herkennen. En of die opgeslagen staan in een database. Als dat zo is, dan krijgen alle appgebruikers een melding op hun telefoon. En dan kunnen zij naar die plaats delict gaan en dan maken zij een foto van het kenteken. En dan kunnen zij de politie bellen. En als dat dus inderdaad een gestolen auto was, dan kun je prijzen verdienen. Er zijn verschillende hoogleraren die zeggen dat dit niet een goed idee is, omdat je zo van de burger, zij gaan dan politieagentjes spelen. En dit kan leiden tot verschillende confrontaties tussen de burgers onderling. Dit was de kennisvideo over gamification. Wil je meer informatie en voorbeelden? Ga dan naar www.gamification.nl.